Deze week maakte staatssecretaris Van Rij bekend dat jonge mannen met dure spullen, zoals een grote auto, jarenlang konden rekenen op extra belangstelling van de Belastingdienst. Zeker als zij een niet-Westerse achtergrond hadden. Zo ontstond er een zogenaamde zwarte lijst die bedoeld was om mensen extra te controleren op fraude. Een korte terugblik op het toeslagenschandaal. Op alle niveaus zijn ernstige fouten gemaakt, die ervoor hebben gezorgd dat duizenden ouders. Groot onrecht is aangedaan. Ik moest 125.000 euro terugbetalen. Totaal 67.000 euro. Rond de 40.000 euro. De waarde, huurachterstand, je zorg niet kunnen betalen. Dit, dan heb je zoiets van hè. Je maakt het alleen maar erger. Dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. Maar dat helpt mij niet. Ik zit nog steeds in de schulden. Had eerst voor een goede oplossing voor ons gezorgd. En dan kun je aftreden. Heeft u echt een traag gelaten? Ja, maar dat laat ik even verder voor het gesprek, dat... De volksvertegenwoordigers zijn nu aan zet. En dan is het belangrijk om uh, gewoon te luisteren. Voordat alle getroffen ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire... 30.000 euro zouden krijgen... wordt het duidelijk dat het bij de Belastingdienst... één grote chaos is. Opnieuw nieuw onderzoek blijkt nu dat de Belastingdienst... het risico op fraude soms ook inschatten... op basis van iemands nationaliteit of... Uiterlijk. Pieter Omtzigt vindt dat de Belastingdienst illegaal gehandeld heeft met deze zwarte lijsten. We gaan hier geen belastingaanslagen opleggen die afhangen van die, van die uiterlijke persoonskenmerken. Dat lijkt me volstrekt helder. Mohamed Albali is eigenaar van gastouderbureau Amira Children in Utrecht. en belandde op zo'n fraudelijst. Hij doet samen met zijn advocaat Ennis Boemengel aangifte tegen de individuele ambtenaren zelf. die hier dus bij betrokken waren. Uh, Mohamed Albali, ik begin bij u. U startte in 2007 samen met uw vrouw. een kinderopvangbedrijf. Uh, of een gastouderbureau, moet gastouderbureau, ik zeggen. gastouderbureau, klopt. Uh, dat liep goed tot aan 2008. Wat gebeurde er toen? Uh, ja. 20 november 2008, uh, we kregen dus altijd de kinderen van toeslag van. Uh, alle ouders kregen we dus zeg maar op onze rekening gestort. Waarna wij dat dan uh, conform de kassiersfunctie dat weer doorstortten naar de gasthouders. Uh, die 20ste kregen we dus geen geld binnen. Waarna wij dus contact hebben opgezocht met de Belastingdienst. En uh, hebben we dus de vraag gesteld van, we hebben geen toeslagen binnengegeven aan onze cliënten. Nou, volgens de Belastingdienst was het dus wel al verwerkt. Dus het was ook al overgemaakt. En het, het lag dan kennelijk bij mijn bank volgens de Belastingdienst contact opgenomen met mijn eigen bank. De bank gaf ook aan weer niks te hebben ontvangen. Nou, dat ging dus zo op een paar dagen lang. Ging dus uh, op deze manier. En, uh, nou, want u krijgt dus... steeds van de Belastingdienst te horen... het geld is overgemaakt. Correct, want je krijgt dus telkens dat je dan belt... aan de Belastingdienst, iedere dag krijg je te horen... het geld het is al lang overgemaakt. Nou, op een gegeven moment uh, gingen cliënten dus zelf... ook uh, aan de bel trekken van... joh, uh, waar blijft het geld? Want mijn gastenhouder heeft nog steeds niet betaald gekregen. Nou, het enige wat je ze kunt vertellen is... wij hebben niets ontvangen. Nou, waarna zij dan natuurlijk op eigen controle gaan uh, contact opnemen met de belastingdienst. En de belastingdienst uh, die heeft toen op een gegeven moment aangegeven: Nou ja, het geld hebben we daadwerkelijk overgemaakt naar het gastbureau. Dus wilt u echt het geld ontvangen, dan zult u toch wel naar het moeten, uh, bij het gastbureau moeten wezen. Nou, dat bleef dus zo op die manier ongeveer een kleine twee weken gaan. Totdat uiteindelijk, een kleine ja, twee weken later, het verlossende antwoord, of althans de verlossende brief, op de deurmaat belandde van al onze cliënten. Waarin dus stond vermeld. Van uh, het gastheerbureau waar u bij bent aangesloten, wordt verdacht van fraude. En uh, daarom uh, zouden wij van u allemaal bewijsstukken toegestuurd willen krijgen. Waar, uh, waarop wij kunnen bepalen uh, of u dus recht heeft op kinderfatsoen of niet. U werd dus aangemerkt als fraudeur. Hè? Wat betekende dat voor uw bedrijf vanaf dat moment? Nou ja, het kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel binnen. Ja. Ik, uh, ik, ik wist helemaal van niks. Ik moest het van mijn cliënten horen. Die kwamen dus met al die brieven: van uh, joh, moest kijken wat hierin staat. Wat heb je gedaan? En we hadden nog zoveel vertrouwen in je. Dus, ik had dan dus je op... werd ook door jouw cliënten eigenlijk gezien als, als fraudeur? Ja, natuurlijk. En ik, ik, ik geef daar aan van, joh, ik weet echt van niks. Is de belastingdienst niet bij je langs geweest? Verduurde uh, inval? Nee, echt helemaal niks. Maar oké, okay, er moet toch wel iets zijn, Mohamed? Dat kan niet. Waar rook is het dus vuur. Je moet toch wel iets hebben gedaan. Ja. Waardoor uh, kijk, de belastingis, die kan ja, een soortgelijk argument niet zomaar uit de lucht grijpen. Er moet gewoon iets zijn gedaan. Nou ja, ik, uh, het enige wat ik kan doen is ontkennen. En het enige wat ik kan zijn, naar mijn cliënten toe, ik heb aangegeven, ik zal daar gewoon heel erg transparant in zijn. Uh, uh, ik zal alle hulp aanbieden die ik jullie kan bieden. Op het moment dat alle stukken eigenlijk moeten worden, ik check dat allemaal voor jullie na. Uh, ik probeer zoveel mogelijk uh, werk uit de handen te nemen voor jullie. En ik zorg ervoor dat we dan zeg maar, uh, dus, de documenten. Dus, Waarnaar dan uiteindelijk zal blijken bij de belastingdienst. dat het dus niet is gefraudeerd. Dus het werd strijden. Je kreeg Het werd vragen. strijden. Maar ik had er wel zeg maar. Uh, goede hoop in dat het dus zeg maar, wel goed zal komen. Want ik had zoiets van: oké, okay, de belastingdienst die vraagt. Nou, wij leveren. Ja. En als zal blijkt dat we dus niet frauderen. En dan ben je van al het gezeur af, om het zo maar te noemen. Ja, de toeslagaffaire, we, ja, we hebben er van alles over gehoord en gezien. We zagen net een compilatie van allerlei beelden. En is Boemenziel, strafrechtadvocaat. U uh, heeft de afgelopen weken namens drie cliënten. En inmiddels zijn er veel meer aangifte gedaan uh, tegen de Belastingdienst. Tegen individuele medewerkers van de Belastingdienst. Ja. Naar aanleiding van een onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Klopt. Wat bleek uit dat onderzoek? Ja, als ik het in een notendop mag samenvatten. Het komt er eigenlijk op neer dat etniciteit. Nationaliteit. Nu wordt het geschaard onder niet-Westers voorkomen. Ja. Nou ja, je kan het zo mooi benoemen als je het wilt, maar onderaan de streep is er gewoon, wat mij betreft, op basis van. Ja, uh, onrechtmatige gegevens. Iemand op een fraudelijst uh, geplaatst. En wat mij betreft moet dat leiden tot, uh, tot, uh, tot een strafrechtelijke vervolging. Daar komt het eigenlijk met een notendop not op neer. Want wat stond er concreet uh, in, in dat onderzoek van PruiswaterhouseCoop? Waar zijn, Waar, zij achtergekomen? Wat nou zijn ja, ze achter gekomen? Ja, ze hebben gewoon heel veel e-mails bekeken, uh, interne gegevens, gespreksverslagen, brongegevens. Waaruit dus blijkt dat handmatig en dus willen, ga ik maar even vanuit. Gegevens zijn genoteerd, waardoor mensen dus op de fraudelijst terechtkomt. Ja. En welke gegevens zijn dat geweest? Nou, iemand met een dubbele nationaliteit, kopie van de paspoor, van het paspoort erbij en dan als reden. Deze persoon moet op de fraudelijst. Nou ja, op dat moment ben je, ben je van hun. Dan gaat men op, op onderzoek uit. En dan hebben we het over de zogenaamde fraude signaleringsvoorziening? Precies. Ja, ja dat is en het, gaat dus om, het gaat dus om e-mails waarin werd gecorrespondeerd over uh, namen en uh, ja, uiterlijke kenmerken. Nou, het, 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 het ligt iets anders. Op zo'n FSV-lijst kon je dus zien hoe, hoe, dat in, hoe dat werd verwerkt. Dan heb je dus een Excel-sheet, maar je die, die kon ook handmatig verwerken. Nou, dat is dus nieuw. Uh, nieuwe gegevens, in ieder geval uit het rapport van PricewaterhouseCoopers... dat weet je dus dat er dus kennelijk individuele ambtenaren zijn geweest... die handmatig hebben vermeld dat deze persoon een dubbele nationaliteit heeft... en om die reden dan op de lijst zou moeten komen te staan. En als je eenmaal op die lijst staat, dan gaat het verder... want dan word je automatisch uitgeworpen. Dus ja. op het moment dat die persoon dan vervolgens aanvraag doet voor een kinderopvangtoeslag... dan gaat het niet via het automatische systeem van akkoord... want we hebben geen concrete feiten en omstandigheden... die maken dat iemand niet automatisch recht zou moeten hebben. Maar dan word je uitgeworpen. En dan is de ellende uh, in, in gang gezet. Dus het gaat om de mensen die uh, hebben besloten... wie er wel of niet in die extra controle terechtkomt. Precies. Kijk, in eerste instantie even een, een stap terug. Er is eerder aangifte gedaan. De staatssecretaris heeft zelf aangifte gedaan omdat zij daartoe verplicht is juridisch. Ik ga er verder niet over uitweiden, want dat is te technisch. Op een gegeven moment heeft de Openbaar Ministerie gezegd: wij gaan seponeren. Wij kunnen hier niet zoveel mee. En om twee tal redenen. Eén, iets over immuniteit. Daar gaan we het waarschijnlijk zo dadelijk over hebben. Maar twee, wij kunnen niet vaststellen, zegt het Openbaar Ministerie, dat er nu. Handmatig of moedwillig door individuele ambtenaren is gediscrimineerd. Nou, dat is dus achterhaald op basis van de rapportages van PricewaterhouseCoopers. Daar blijkt, wat mij betreft, voldoende duidelijk dat dat dus wel het geval is. Wat de, de Openbaar Ministerie met name heeft onderzocht, eh, en ik ga er maar even vanuit dat, dat ze vanuit de verkeerde blik eh, naar, naar, de, naar het dossier hebben gekeken moet een beetje vertrouwen blijven hebben in, in, in onze openbaar ministerie. Maar als je kijkt, dan zeggen ze ja, maar alles wat eruit wordt geworpen aan dossiers. Ja, die hebben ze gelijk behandeld. Ze hebben niet, als Ahmed, als eh, Mark en, en, eh, en eh, Pietje. Uit, uit, de, uit worden geworpen, hun, althans hun dossiers. ja, dan behandelen ze hetzelfde. Iedereen krijgt gelijke behandeling. Maar ik zit dus aan de voorfase. Ja, daarvoor? Hoe Precies. komen ze daar terecht? Precies. En, ja. en, en daar is helemaal geen aandacht aan besteed. Nou, nu blijkt uit de rapportage van Proust, Waterhouse Coopers. dat. Uh, in, voordat je op die lijst kwam, dus voordat je werd uitgeworpen, blijkt dus dat mensen jou dan op die lijst zetten op, om oneigenlijke redenen. En dat zijn de specifieke ambtenaren waartegen u nu aangifte doet. Precies. Ja. En uh, de vorige keer is dus geseponeerd, zoals ja. je net zei. Uh, mede doordat het OM niet kon vaststellen... dat er daadwerkelijk is gediscrimineerd door die specifieke medewerkers. Ja. Uh, dat vond ik al vrij opmerkelijk. Want als, als je seponeert, dan is er toch überhaupt nog geen onderzoek gedaan? Nou, maar daar, daar ligt ook uh, de, 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 het wrangen, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb, ik heb me eraan gestoord... Eh, dat het openbaar ministerie zich er zo makkelijk vanaf heeft gedaan. Maar klopt mij constateren? Ja, zeker. Eh, wat zij hebben gedaan is een soort van... ik noem het dan een marginaal rijksrechercheonderzoek... met een soort van helikopterview een beetje dan bekijken. Maar op het moment dat je eh, intrinsiek gemotiveerd bent... om het ondersteen boven te halen... dan ga je op z'n minst doen wat PricewaterhouseCoopers heeft gedaan... om die alle e-mails boven water te krijgen... die brongegevens, gespreksverslagen. En geloof me, dan vind je wel wat. Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat je pas bij diepgravend onderzoek kunt vaststellen of iemand wel of niet daadwerkelijk gediscrimineerd en zo is. Het, zo ja. is het. En dat is waar ik nu om vraag. Kijk, in eerste instantie heb ik geen ex-artikel 12-procedure ingediend. Wat houdt dat dan in? Hè? Ja. Even, even, ik verwachtte die vraag al. Dat betekent dus dat je zegt: van, Ik ben het niet eens met de, het CEPO van, van, van het Openbaar Ministerie. Ik wil rechters, het gerechtshof... Ja. dat u bepaalt dat het openbaar ministerie... wel tot die het onderzoek overgaat. Omdat de rechters dat marginaal maar mogen toetsen. Zij mogen niet op de stoel zitten van het openbaar ministerie. Toen hadden we eigenlijk onvoldoende munitie... om de rechters te overtuigen... dat het openbaar ministerie zich er heel makkelijk vanaf heeft gedaan. Nu hebben we dat wel. Ja. De nou, aanleiding van het onderzoek. Precies. Ja. En als het Openbaar Ministerie nu dan komt, ik ga er niet vanuit, want dan zou ik echt uh, uh, van realiteit uh, uh, losgezongen zijn op het ja. moment dat het Openbaar Ministerie nu zou zeggen. zelfs met dit. Sterker nog, de staatssecretaris, zoals, je, zoals u weet, heeft bevestigd. Alleen die, noemt het, die verbloemt het dan wat, uh, wat mooi: dat er op basis van oneigenlijke redenen, niet-westers voorkomen, noemen ze het dan. Is, is mensen op een fraudelijst terecht zijn gekomen. Dat dan, vindt hij ook verwerpelijk. Dat stond ja. in De brief die aan de Tweede Kamer is Ja, gezond. Maar het woord racisme krijgt hij maar niet uit zijn mond. Nee, maar u begon net over de strafrechtelijke immuniteit. Hè? Ja. Uh, daar hebben we hem. Ik zie het heel veel voorbij komen in verschillende ja. interviews die u ook gegeven heeft. Juist. Hoe zit het nou met die strafrechtelijke immuniteit van die individuele Belastingdienstmedewerkers? Uh, ik ga het, ook dat ga ik proberen in een notendop te, samen te vatten. Uh, de Hoge Raad heeft bepaald dat de staat immuniteit geniet. Dat is niet zo gek. De staat handelt in het ja. belang van de burger. En als dat fout gaat, dan moeten we politieke verantwoordelijkheid... Uh, moeten de ministers verantwoordelijkheid nemen. Op een gegeven moment is er een arrest geweest... dat de Hoge Raad heeft gezegd... ja, maar wacht even, het Belastingdienst is maar een abstract idee. De mensen die aan de touwtjes zitten, die hebben, genieten ook immuniteit. Want die handelen ook in het belang van. Er is nooit een uitspraak geweest... Uh, en ik heb dat nog eens uitgezocht, ik denk... Laat ik dat nog eens goed bekijken: dat individuele ambtenaren ook immuniteit genieten. Nou, is het zo dat een politieambtenaar op het moment dat hij de opdracht krijgt om iemand aan te houden en daar proportioneel in handelt, dan is hij strafrechtelijk aansprakelijk en dus geniet hij geen immuniteit. Wat heeft het, uh, dat open... zou nu dus ook voor de Belastingdienst... Lijkt mij doen. wel. Ja. Nu, ligt het, uh, nu zegt het Openbaar Ministerie iets... wat, wat juridisch interessant is, hoor. creatief op zijn minst... dat moet ik ze nageven. Dat ze zeggen, op het moment dat die individuele ambtenaren... in het belang hebben gehandeld van hun bestuursorgaan... u vraagt en de, zij draaien... Ja. dat dan zij een soort van afgeleide immuniteit genieten. Nou, die verregaande conclusie die moet je één, niet aan jezelf overlaten... maar laat dat dan over aan, aan de rechter. En twee, die is juridisch op dit moment met de nieuwe gegevens die we hebben niet juist. Of ja. niet, meer, niet meer vol te houden. Maar dat moet de rechter dus gaan beslissen. Lijkt me wel. Ja, ja. Lijkt me wel. Ja. Hoe gaat het nu met u? Uh, nou ja, st stukken beter dan dat het uh, jaren geleden is geweest. Want ik zie dat de belastingdienst nu toch wel een beetje... Ja, ik wil niet zeggen een tootje lager aan het zingen is... maar toch wat meer uh, gas uh, teruggeven is. Maar heeft dus... u bijvoorbeeld financiële compensatie gehad al? Nee, helemaal niks. Nog helemaal nee, niks? Nee, 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 ze hebben ook nog nooit met mij contact hierover opgenomen. Of uh, tot, tot de dag van vandaag is nog steeds niet duidelijk... althans, het is voor mij wel duidelijk... maar uh, nooit vanuit de Belastingdienst waarom ik ooit op die lijst ben gezet... Ik bedoel, ik, 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 vraag, ik, ik zou de blas nog steeds die, 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 die vraag willen stellen. Van joh, wat, wat, wat is de aanleiding geweest? Is, is er een document of is er in ieder geval iets wat ertoe heeft moeten. moeten bewegen? Om mijn bureau en mijzelf als persoon, zijnde als fraudeur te bestempelen. Ja. U wil echt weten waarom, dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Nou, doen jullie aangifte, hè? Uh, Onder andere om dus individuele medewerkers uiteindelijk op het verdachte bankje te krijgen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Waarom is dat voor u persoonlijk zo belangrijk? Nou ja, uh, het kan toch niet zo zijn dat, uh, dat deze hele... Ja, al deze burgers die jarenlang en lenen die ze hebben meegemaakt, dat, 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 dat daar niemand voor moet uh, boeten. Ja, voor moet boeten, uh, ja. Boete. Moet boete, ja. Dat, dat, dat er dus niemand is die dat de blaren moet gaan zitten. Of dus voor wilt gerechtigheid. Uh, dat is eigenlijk wat ik zoek. En, ja. en die haalt u op het moment dat. Nou ja, uh, dit, dit zijn in ieder geval de eerste stappen die we proberen te nemen. En dan maar hopen dat hier dat wat uit gaat komen. Gerechtigheid kan op meerdere kanten. Ik bedoel, je kan 30.000 euro als, als doekje voor het bloeden, want het lijkt heel veel, maar dat is het niet. Een doekje voor het bloeden geven en dan zeggen van nou ja, dan nou doen we nog een excuusbrief, uh, excuusbrief als strikje bij. Ja. En dan ben je wat mij betreft, gewoon niet. Op het moment nee. dat ambtenaren moedwillig strafbaar hebben gehandeld, ja. dan moet ook een ambtenaar wat mij betreft zich verantwoorden. Wanneer beslist het OM? Ja, daar zit geen termijn aan vast. Ik, uh, ik, we, we zijn nu uh, het allemaal aan het onderbouwen en, en aanvullingen. En dan hoop ik dat het OM niet te lang wacht. Want... Hoe lang is dit nu eigenlijk allemaal gaande? Dit uh, bij ons speelt dat vanaf uh, 20 november 2008. Oh, dat is, echt, dat is echt zo ongelooflijk. Dit is wel heel lang. Want uh, ja, het idee bij de meeste mensen heerst... Hè, als ik wel eens gesprekken voer met mensen... die hebben dan wel de klok horen luiden... Uh, van, joh, er is een oorzaak en er is een gevolg. Ja. Hè? Dus zo van, uh, joh, uh, 2013 hadden we de Bulgarenfraude. Ah, dat heeft de Belastingdienst geconstateerd. Dus de Belastingdienst moet daar optreden. Dus vandaar dat de Belastingdienst dan eigenlijk net te hard heeft opgetreden. Ja, waardoor we dan een beetje uh, uh, bijkomende schade hebben gekregen. Waardoor dus zeg maar, uiteindelijk uh, Mohammed, hierin moet, terecht zijn gekomen. Mohamed, moet je onderbreken. Ik ga je heel erg bedanken voor je komst. En allebei vooral heel erg veel succes wensen. Dank, Dank je. Met, uh, en ik hoop dat Zullen er, er mogelijk hebben? een onderzoek <laughs> komt, in ieder geval. Ja, laten we het hopen. Op zijn minst, laten we het hopen.